President Desi Bouterse heeft onderweg naar Cuba een tussenstop gemaakt in Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Op de Venezolaanse airport is het staatshoofd ontvangen door de vice-minister van Buitenlandse Zaken, Ana Teresina, en ambassadeur Carlos Zamora, directeur departement voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het staatshoofd is met een groepje artsen vertrokken om tegelijkertijd te kijken naar de afspraken die er zijn tussen het staatsziekenfonds. Het betreft de regeling met de Cubaanse autoriteiten voor het uitzenden en behandelen van speciale patiënten van Suriname. Bij afwezigheid van de president is het conform de wet de vicepresident Ashwin Adine die waarneemt.